baas en je bent das rode punk in beeld. Dat is mooi. Dolf, goedemorgen, middag. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, middag. Ja, net. Hi. Ja, goed. Dolf, stel jezelf eens voor. We zijn hier bij de monumentenmakelaar. En nu ken ik al heel wat makelaars in de stad. Ja. En dan ben ik dol op monumenten. En nu had ik er nog eentje niet ontmoet. En dat ben jij. Ja, nou, ik ben inmiddels al 20 jaar. Dit jaar hebben we ook een lustrum. 20 jaar actief aan de Nieuwe Haven. Dus het verlengde van de kaaien. En daar bedienen we monumentaal Zeeland mee. En ook buiten Zeeland als specialisatie van de oudere huizen. Ja, en nou is het zo, en Middelburg heeft natuurlijk ontzettend veel oude huizen. Dus andere makelaars doen dat ook wel. Ja. Maar je zegt het al, jij en je vrouw Mirjam, en jullie zijn er echt in gespecialiseerd. Ja. Maar wanneer kom ik nou bij jou terecht? Dus stel, ik heb een monumentaal pand op de Dam of waar dan ook, de Kousteense Dijk, ik zeg maar wat. En wanneer ga ik naar jou en wanneer is dat nou niet speciaal nodig? Ik zit natuurlijk als een spin in het web van de oudere huizen en de Rijksmonumenten in Middelburg. Dus veel mensen kennen mij. Ik sta bovenaan in Google, dus ik ben goed vindbaar. Mensen zijn wel bekend met mijn bedrijf. En daar ik natuurlijk zoekers heb die speciaal dit soort panden zoeken, gekoppeld aan de kennis die ik heb. En komt men naar mij toe als men zoekende is of voor een verkoop. En met name ook natuurlijk omdat je juist door die specialisatie ook bekend bent met historie, geschiedenis, bouwkunst, noem maar op. Juist ook wat mensen graag willen hebben. Ja. Dus ik kan beide partijen goed tot elkaar brengen. Ja, en jij bent sowieso wel volgens mij geïnteresseerd in geschiedenis. Ik zal straks wel wat shotjes maken, maar ik zie bij jou allemaal oude reliquieën. En, dus dat is ook een liefhebberij van jou, of niet? Ja, het is eigenlijk een verlengde van mijn privéleven. Het is mijn interesse gaat uit naar geschiedenis, bouw. Al heel lang eigenlijk. Daar hou ik me al een jaar of 30 mee bezig. En als ik dat kan vertalen naar mijn werk toe. Dan, het is wel werk, maar het is ook een leuke levensinvulling. Ja, dat lijkt mij ook. Veel plezier. Die panden, dat is fantastisch. Ja. Maar jij komt oorspronkelijk niet uit Zeeland, of jullie niet? Nee. En Zuid-Holland? Ja, klopt. Ja. En opgevoed in de omgeving van Utrecht. Samen gestudeerd in Rotterdam. En toen uiteindelijk gekozen, net voor 2000, verliefd geworden op Middelburg en Zeeland. Ja, want dat is dan, dat zou je bijna ook denken van, als je houdt van monumenten, kan je bijna niet in Middelburg heen, als je toch naar Zeeland gaat. En Zierikzee is natuurlijk ook een leuk monument. Is ook prachtig, doen we ook wel eens wat. Middelburg is natuurlijk het centrum van dit soort objecten, ook in de geschiedenis. Dus jullie zijn hier geland en eigenlijk nooit meer weggewild. Zou niet willen. Nee, dat is echt niet. Ik heb wel eens horen waaien, dat vind ik dan ook wel intrigerend, maar het mooie is dat je er eigenlijk niks over kunt zeggen. Maar jij hebt ook huizen in de stille verkoop, dus grotere objecten die dan niet op internet staan. Ja, klopt. Maar dat als jij dan komt er iemand die jij wel geschikt denkt of acht en die meldt eigenlijk dat hij een huis zoekt. Ja. Dan heb jij soms ook nog dingen in bemiddeling die niemand dus eigenlijk weet. Dat is juist. Die, ja. die vind je helemaal nergens, die vind je alleen bij mij als je mij spreekt. En dat is ook een keus van de opdrachtgever. Of ze hebben tijd, of ze willen dat niet iedereen het weet. En dan starten we vaak op die wijze. En dat koppel ik dan ook wel eens aan als ik een aantal panden ga bekijken, dan neem ik ook wel eens de sleutel mee van dat huis als verrassing. Als verrassingshuis achteraf. En dat werkt ook goed. Ja, want kijk, ik ben natuurlijk, ik weet dat ik daar dan dus niet mag filmen en mag kijken, maar als ik me nou meld, ik zeg, nou, ik wil wel een heel duur pand, wat is het mooiste wat je hebt? Nou, dat trap jij natuurlijk niet in. Ik trap er niet in, maar dat heb ik wel, Dus dan praat je over een van de grootste, voornaamste huizen in Middelburg, die ik die in mijn hoofd zit. Ja, en als je nou zou moeten zeggen, van na de 20 jaar, dan heb je natuurlijk al heel veel gezien. Ja, dat kan gewoon niet anders. Maar als je er nou eens eentje moet noemen dat je zegt van, nou, dat was toch wel een heel bijzonder pand. Daar heb ik zelfs mijn ogen uitgekeken. Helemaal maar eens. Ja, dat komt regelmatig voor eigenlijk. Natuurlijk molens, die zijn altijd bijzonder. Molens. Heb je er ook al eens een bemiddeld jaar hier zo? Ja, ook in de aankoop, want dat doe ik dan ook. Dus zowel verkoop als aankoop. En als het dan een complex object is, dan komt men vaak bij mij. Dat is ook het leuke. Maar de molens hier in Middelburg zijn allemaal van de gemeente, toch? Maar een aantal zijn nu ook particulier bewoond.
Maar ook op Schouwen-Duiveland heb ik me bezig gehouden met het kopen van het aankopen van modems. Ja, want jullie zijn dus actief in heel Zeeland. Ja. Dat las ik ook nog, of dat hoorde ik ook. En dat jullie niet alleen bemiddeling doen van woningen, maar jullie gaan ook in het hele land. Zijn jullie bezig met taxaties in opdracht van organisaties? Ja, van landelijke organisaties. Het heeft te maken met name voor de subsidieverlening. Daar is herbouwwaarde voor nodig. En dan zijn we ook in Zuid-Holland met molens of in Limburg met kastelen, buitenplaatsen, ruïnes. Ja. Ook de wat bijzondere objecten hier in Zeeland, hè, zoals Rammekes bijvoorbeeld. Ja, dat zei je ook nog. Ja, ja. Voor de Rammekes. Wat staat dat nu te koop? Of nee. Dat is puur voor de op basis van de herbouwwaarde wordt subsidie verleend. Ja, op die manier. Dus, want er is een stichting die dat beheert, neem ik aan. Dat is van Staatsbosbeheer. Ja. Dus nee, dat heeft met verkoop helemaal niks te maken. Nee. Maar het is, ja, wat is nou zo'n oud fort? Dan denk je van, dan kan je toch bijna niet de waarde schatten? Ja, dat lijkt me zo ingewikkeld. Het is de herbouwwaarde, hè? Dus het is niet commercieel. Dus je moet gewoon kijken van, nou, zoals het nu bij staat. Wat kost het? Stel je voor, het verdwijnt. Brand, explosies, vernietiging. Wat kost het om het te herbouwen? Precies. En dan ga je dus kijken naar constructie, naar bouwonderdelen, aantal kubieke meter metselwerk, hoe diep gaat het de grond in. En dat sommetje maakt van, nou, dat kost het om het weer in deze staat terug te brengen. Dit soort werk is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gedaan in het Middelburg Centrum, denk ik. Hè? Dat alles plat was gegooid. Ja, daar moest natuurlijk heel wat worden herbouwd. Ja. Ja, ik weet niet of het toen ook al speelde. Maar je bent dus wel wat breder bezig dan alleen maar is wel duidelijk. Ja, dan kunnen ze nog vervolgen. Maar we moeten een beetje afmaken, want we gaan ook nog naar een paar panden kijken, toch? Ik heb toegang tot een aantal panden om eens binnen te kijken en om even te proeven. Ja, dat is heel goed. Dan ga ik heel graag met je mee. Leuk, ik heb de fiets meegenomen, dus gaan we dat even doen. Super. Dit pand is een bijzondere locatie, de Kinderdijk. Vind ik sowieso een hele mooie straat. Ik denk heel veel mensen. Absoluut. Maar wat zag ik nu op de gevel staan? 1749? Ja. En dat is daar, toen is die ook gebouwd? Of? Je ziet heel vaak op gevels 18e eeuw. Ergens staan 1740, 1742. Dat is eigenlijk alleen de voorgevel. Want al die panden die zijn gebouwd in de 16e eeuw. Zoals met een trapgeveltje. Later, toen Middelburg rijk werd, toen dacht men van, nou, maken we er een lijstgevel van. Het is zo'n vierkante gevel. En worden huizen ook samengevoegd. En zodoende staat er 1742 op een pand, terwijl de achter is gewoon 16e eeuw. Maar het is een vrij diep huis, dit. Maar als jij nu gewoon als monumentenmakelaar hier naar kijkt, wat zijn dan jouw indrukken? Wat voor soort monument hebben we hier dan? Woonhuis, inderdaad, 18e eeuw helemaal aangepast. Ook in latere periode. Voorhuis, achterhuis, samengevoegd. Waarbij je daarnaast ook nog eens een keer door het dijklichaam beneden nog een heel souterrain hebt, wat nu in gebruik is als slaapkamer, enorme slaapkamer. En dit huis is plekje achter water, aan de voorzijde water en in een perfecte staat. Ja, dat is goed onderhouden. Ja, een van de beste locaties. Oké. Ja. Maar nu zag ik, dat wil ik dan even van voren filmen, dat heeft eigenlijk niet zoveel met het huis te maken, maar ik zag enorm veel blikken toen we binnenkwamen. Dus even gaan kijken daar goed. Blikken ook weer mee terug? Ja. Zo, dat zijn er echt heel veel hoor. Meer dan 3000. Wat? Meer dan 3000 zeg. Het is wel een smal huis, hè? Dus het is tenminste hier in de keuken. Zo. En dan baai je het uit. Ja. Dat zag ik bijvoorbeeld ook met dat smalste huisje een stukje verderop naast de bakker. Ja, daar is het ook zo. Dat begint heel smal en dan eindig je opeens ook in zo'n woonkamer aan de achterzijde. Ja, zo. Want dan hebben ze een garage verbouwd, toch? Ja. Dat is een enorme ruimte, zeg. Boeken best leuk vonden. Enorme slaapdiep in. En een bad.